Goedemorgen, het is vandaag maandag en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe weekvlog. Het is maandag, ja. Nou, het is middag ook. Rory is weggegaan naar Amsterdam. Die heeft een pokertoernooi daar voor waarschijnlijk een beetje de hele week. Ligt natuurlijk aan hoe ver die komt. Dus die slaapt vanavond waarschijnlijk in Amsterdam. En is de hele week eigenlijk een beetje de hort op. Dus heb ik de hele week eigenlijk 3 kinderen. En ik moet koffers gaan inpakken voor de vakantie. Donderdag komen mijn ouders gelukkig even, dus dan kan ik de koffers inpakken. Maar ik moet natuurlijk ook de vlog bewerken. Dus ik heb Joa in slaap in de hangmat beneden. Ik ben hier mijn vlog aan het bewerken op Jackson en James hun kamer. Gaan zij hier lekker spelen. Het is een heerlijke troep. Maar goed, maakt niet uit. Ik zit hier lekker mijn vlog te bewerken. En we zien dus wel hoe we het allemaal redden deze week. Nou, Joa is even ontwaakt. En ik heb dus een speentje met water in de vriezer gedaan. En nu zit hij hier lekker op te kauwen. En dat is lekker voor zijn tandjes. Hij heeft gewoon boven ook al tanden die doorkomen. Het gaat zo snel. Het is niet normaal. Nou, we zijn ingepakt en wel. Joa in de draagzak. Jackson en James de fiets en de scooter mee. De hele tuin ligt overhoop, maar dat maakt niet uit. Ze moeten echt even hun energie kwijt, want hier binnen worden ze niet genoeg uitgedaagd. Want ja, ze gaan natuurlijk weer even naar schooltje. Nee, je maakt geen ruzie. Oké, nou, wij gaan er even op uit, maar ik laat mijn camera thuis. Dus eventjes uitrazen voordat Inena komt. Misschien zijn ze dan straks lekker even chill. Kunnen ze even lekker chill op de bank zitten. Maar voor nu, ze hebben zoveel energie. Het moet eruit. Nou, de kids zijn even een beetje uitgespeeld. Even lekker wat gedronken, maar ze zitten helemaal verpampend op de bank. Ze hebben 10.000 rondjes gereden op de motor. Ze zijn in de zandbak geweest spelen. Nou, Joa heeft geslapen. Joa, jij hebt nu alle energie. Echt wel, ja. Kan Sienna straks met jou spelen? Die kan dan een beetje lopen. Gaat ze jou misschien wel leren? Nou ja, Inena komt dus straks met de kindjes. Super gezellig, gaan we samen eten. En Jackson James zijn een beetje lauw. Dus misschien ook wel lekker dat ze een lekker filmpje gaan kijken. Misschien gaat Jay er lekker bij zitten. Kunnen we een beetje kletsen, dan dat we heel veel energie hebben. Maar goed, Joa wel en Sienna ook. We hebben straks gewoon 5 kinderen bij elkaar. Oh my god. Nou, ondertussen is mijn huis veranderd in een kindercrash. Met Inena! Ik zei het, we hebben samen 5 kinderen. Ja, insane. Het is echt... Daarom je hebt een nanny bij nodig. Aan het begin... Ik heb het ook echt heel warm. Aan het begin gingen ze allemaal tegelijk huilen en schreeuwen. We zeiden, dit is dus de reden waarom we altijd met z'n tweeën afspreken zonder kinderen. Maar goed, we moeten ze wel gewoon vaker doen. Want het is leuk als ze met z'n allen een beetje opgroeien. Inena gaat even lekker koken, die gaat salade maken. Die kinderen hebben net lekker poffertjes gegeten en een komkommertje. En dan hoop ik dat ze een beetje het tv'tje gaan kijken en even rustig gaan spelen, zodat wij rustig kunnen eten. En jij moet straks wel weer slapen doen, hè? Ja. Nou, Inena heeft lekker gekookt. Oh ja! Ging je even poseren, jij wilde er ook op, hè, schatje. Heb je het op? Goed zo, liefie. Zet je bordje maar in de keuken, dankjewel. Ik ga lekker falafel salade eten. Heerlijk, en wij eten gewoon lekker healthy. Ja, toch? Joa wil even niks. Nee, jij komt even lekker bij mama zitten. Ja, wij gaan even lekker eten. Inena is weg. Joa slaapt niet. Hij hoorde te slapen en hij werd wakker terwijl hier natuurlijk iedereen nog was. Het was helemaal, hij is helemaal uit zijn ritme. Ik moet poepen. Maar ja, ik kan hem nu hier niet achterlaten. Hij slaapt bijna. Dit is echt mom life to the max. En het huis is hier een dikke teringzooi. Overal ligt wel wat. De tuin, de keuken, hier. Dus dat mag ik straks ook nog allemaal gaan opruimen. Kijk deze draak dan. Ga slapen dan. Ga slapen dan. Nou, het ziet er niet uit of je gaat slapen. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. En ik mocht de kinderen even droppen bij mijn schoonouders. Bij de vader van Rory. Joa is wel nog hier, dus alleen Jackson en James zijn daar. Joa slaapt nu, dus ik hoop dat ik hem straks even kan overleggen in zijn bedje of in de hangmat. En dan ga ik even samenwerken. Dat mijn camera nog niet kapot is, echt een wonder. Maar goed, oké, dan moet ik even samenwerking opnemen. En ik ga een beetje het huis aan kan maken, boodschapjes doen. Gewoon alles waar ik even geen tijd voor heb als de kinderen thuis zijn. Dus dat ga ik doen. En om 1 uur komt hij weer lekker terugbrengen. En ik moet nog even opmaken. En ik ga denk ik ook gelijk even een make-up tutorial opnemen. Omdat daar ook vaak om gevraagd wordt. Wat gebruik je nou precies? Hoe doe je het? Maar wel met een leuke twist. Ik heb wel een leuk idee. Ik heb hier even al mijn make-up uitgestald wat ik gebruik. Ga ik hier even opnemen in het mooie daglicht. Hier heb ik de stoel. Joa die slaapt. En ik doe er ongeveer een kwartiertje over. Dus ik hoop dat hij nog een kwartiertje blijft slapen. Ik zat dus net te bedenken. Ik heb gewoon een voorproefje van de basisschool. Van de kleuterschool. Want de jongens die blijven bij André tot 2:30 ongeveer. En heb ik eigenlijk elke dag gewoon van
Nou, het is het 8:30, 9:00. Nog eerder dan dat ik ze vandaag had gebracht, heb ik gewoon maar één kindje. En Joe neem ik lekker mee in de kinderwagen. Ga ik even boodschappen doen, even rustig boodschappen doen. Ik heb een samenwerking opgenomen. Ben ik nu nog wandelend een beetje aan het editen. En ik dacht, ik haal vast even wat eten wat we nodig hebben voor vanavond. Alles rustig aan, zodat als de jongens thuiskomen, dat ik er helemaal voor hun kan zijn. Ik ben helemaal zen. Ik kan niet wachten tot het straks september is. En natuurlijk kan ik dan minder dingen met hun gaan doen. Dat ik zeg, nou kom, we gaan dit doen of we gaan dat doen. Maar dat kan altijd gewoon nadat ze vrij zijn. En in het weekend. Wil je iets vertellen? En Joa wordt ook echt zo'n grote jongen. Die bak ook, die lichtbak, heb ik gewoon naar zolder gebracht. Want dat kan gewoon niet meer. Dat past niet eens meer in. Hij is echt een big boy now. Oh my god. Je wilt alleen maar in de zitbak. En die tandjes, dat is zo'n ding. Oh my god. Nou ja, goed. Even boodschappen doen. Zo, we zijn weer thuis van boodschappen doen. Ik heb voor mezelf even een ijskoffietje gemaakt. En nu komt dus de struggle. De jongens komen over een half uurtje thuis. Ik kan de was gaan doen. Gaan opvouwen. Rennen, vliegen, stofzuigen, dweilen. De keuken opruimen, dat is ook nog een zooi. Of ik kan gewoon even gaan chillen. Want ja, dat is ook wel relaxed. Dat gebeurt ook niet vaak. Ik heb Joa zo'n babykoekje voor Joa gehaald. En hij vindt het best wel interessant. Dus elke keer doe ik een klein stukje in zijn mond. En de rest is hier allemaal. Wat ben je aan het doen? Je bent een beetje aan het kliederen. Kijk, kijk, dan gaat hij dat pakken. Pak hem maar, doe maar in je mondje. Zo, in je mondje. Nou, ik weet wel wat het gaat worden. Ik zet B&B voor liefde aan. Drink mijn ijskoffertje op en ik kijk daarna of ik nog zin heb om iets nuttigs te doen. Ik merk wel echt dat het lastig is om alle huishoudelijke taken zeg maar op orde te houden. Met 3 kinderen. En ik zat echt te denken, misschien moeten we gewoon voor zorgen dat ik elke week een schoonmaakster heb. Want ik red het wel om bijvoorbeeld een beetje de was bij te houden. Nu is ook nog de wasmachine kapot. Oh mijn god. Nee, hij doet het gewoon niet heel goed meer. De was blijft gewoon heel erg nat. Dus we zijn op zoek naar een nieuwe wasmachine. Wat de? Maar die willen we eigenlijk bestellen na de vakantie. Want we zijn straks een week niet thuis. Zonder dat het dan geleverd wordt en dan worden we teruggestuurd. Dus na de vakantie gaan we even een nieuwe wasmachine bestellen. Maar goed, bergen met was. En ik hou het gewoon niet meer bij. En nu ook als Rory dan weg is, moet ik alles in mijn eentje doen. Dus ik heb nu weer even een stapel was ligt hier achter mij mee naar beneden genomen. Ga ik hier opvouwen. Zit er eentje bovenin, die hang ik dan buiten straks weer even op. En dan doe ik er straks weer eentje in die ik dan boven ophang. En dan roleer ik het een beetje. Dan kan ik 2 wasjes per dag doen. Maar alsnog red ik het niet. Hou ik het niet bij. Ik heb nog nooit gehad dat alle wasmanden leeg waren. Laat ik het zo zeggen. En als jullie alle spersiebonen opeten, krijgen jullie wat lekkers, hè? Want van spersiebonen word je? Ja. Word je net zo sterk als de? Hulk. Papa. Als de Hulk. En als papa, ja. Ja, jij bent er ook bij, schat. En mama heeft lekker saladetje. Goedemorgen, het is vandaag woensdag. Het is vandaag woensdag. De dagen zijn nog steeds één grote blur in mijn hoofd. Maar het is vandaag woensdag. Gisteravond is Rory teruggekomen. Die is nu met de jongens naar de kapper. Die heeft Joa ook meegenomen. Die moest toch slapen in de maxicoach. Dus die heeft hij ook meegenomen. Had ik heel even weer een momentje voor mezelf. Want straks neem ik alle 3 de kinderen mee. Ga ik samen met Carlijn naar een kinderboerderij met een speeltuin. Een heel leuk plekje. Dus daar gaan we samen even heen. Super mooi weer. Het is niet te warm en het is gewoon zonnig. Dus echt perfect weer voor zo'n kinderboerderij. Ik hoop niet dat het altijd druk is. En ik wilde iets met jullie delen. Want ik woon vandaag weer voor het eerst onder de 70. Ik ben super goed bezig. Door de week ben ik heel erg aan het opletten. Drinken, alleen maar water drinken. Om 12 uur begin ik pas met eten. Laag in calorieën. En dan in het weekend kan ik ook gewoon uit eten. En lekker een broodje eten en mijn ding doen. Dus zo combineer ik het eigenlijk voor mezelf. En het werkt heel erg goed. Zondagavond gaan we vliegen. En maandag zijn we dan in Spanje. Dus ik ben wel een beetje bang voor die hele week wat er gaat komen. Ik denk dat ik dan wel weer boven de 70 weeg. Maar goed, ik heb de flow te pakken. En als ik terug ben van vakantie, pak ik hem gewoon weer op. Maar ik ben voor nu heel erg trots en het gaat super goed. Ik ga dus nu even snel lunchen, want Rory is weg. En dan ga ik daarna lekker naar de kinderboerderij met de kids en Carlijn en Rory. En ik neem jullie gezellig mee. Rory is dus net terug van de kapper met de jongens. En kijk dit, ik neem jullie even mee naar de auto. Nummer 1. Nummer 2. En nummer 3.
Alle die raampjes staan open. En ik heb onze poort ook openstaan. Dus we laten ze even lekker in de auto een ditje doen. Nou, wij zijn op de kinderboerderij. En Jackson en James zijn nu al 5 minuten lekker bezig met die 3 op een rij. Terwijl er allemaal diertjes daar zijn. Zandbak, speeltuin. Dit vinden ze heel leuk. Dat zijn ze aan het doen. Maar we wachten nog even Carlijn en Nouri. En daarna gaan we de hele boel verkennen. Maar dit vinden ze nu heel erg leuk. En het zijn allemaal dingen die ze kunnen doen. Het is echt heel erg leuk. Ik weet even niet hoe het hier heet. Maar ik zal het later even delen. Het is hier echt heel leuk. Allemaal verschillende zandbak, speeltuin, diertjes. Echt heel leuk. Het was maar 20 minuten rijden. Dus als je in de buurt van Deventer komt, is dit heel erg leuk. Ik zal later even delen hoe het heet. Dat ik weet nu niet. En kijk eens wie daar is. Nouri! En tante Carlijn. Nou, Joa heeft lekker zijn flesje water. Hier. Vind jij lekker, hè? Hij is nog wel even zoet. Kan hij zelf lekker vasthouden. Jackson en ik gaan proberen te schaken. Ik heb geen idee hoe het werkt. Maar goed, hij is even aan het klaarzetten. James aan het racen. Ik ga er net met schat op. Nouri, wat ga jij doen dan? Rennen. Nouri gaat rennen. Hij stelt niet scherp. Yes. Wat? Ja, ik kom. Ik kom. Zit je lekker? Oh, wat heb je daar? Nee. Nou, dit was het dus. Maar hoe heette het nou? De kleine carousel. Nou, dat is het. Het was echt, het was een dierentuin, ja. Je hebt hier allemaal apen hier loslopen. Mama, ben een beetje moe. Oh, kom maar. Gaan we lekker in de auto zitten. Kom. Nou, dit was echt heel erg leuk. Eigenlijk moeten we de volgende keer eerder heen gaan. Want de tijd gaat zo voorbij. En Jackson en James kunnen alle kanten op. Ik ben nog niet eens overal geweest. We hebben het diertje niet eens gezien. We gaan naar huis rijden. Want hij moet ook weer een hapje. En daarna weer een flesje. En de tijd dringt als je het gezellig hebt. Dus ik ga snel naar huis. En als het goed is, gaat Rory koken. Goedemorgen. Het is vandaag donderdag. En mijn ouders zijn op visite. Die komen hier de hele dag gezellig chillen met Jackson en James. Nog even knuffelen voordat we op vakantie gaan. En ik had al verteld dat de wasmachine kapot was, dacht ik. En vanochtend gaf hij zo'n lichtje met filter schoonmaken. Dus ik dacht, nou, ik ga even een filmpje kijken online. Ik ga het proberen. Ik kreeg dat ding gewoon niet los. Dus ik vraag het aan moeder. En die krijgt gewoon los. Die zit hier een beetje aan het rommelen. En die heeft hem losgekregen. Die zit nu alles met haar vieze handen eruit te halen. Ik zei nog, ik heb handschoentjes gehaald. Zit je hier toch met je handen erin? Nou, dit is niet zo heel erg. Ik ben gewoon... Ik doe met doekie. Nou, ondertussen zijn de boys beneden de hele boel aan het afbreken. Maar heb ik wel even 2 samenwerkingen kunnen opnemen. Dus dat is top. Mijn vader is wel beneden trouwens, hoor. Goed, mijn moeder is even een rondje wandelen met Joa. Want die wilde niet slapen. En die slaapt nu. Dus zij is naar de stad gewandeld. Zit nu lekker koffietje te drinken. Dus ik zei, nou, dan gaan we gewoon nu naar de stad toe met die jongens. Met de auto. Kan ik nog heel even snel langs het winkeltje van Lin? Voordat ik op vakantie ga. Want ze hebben nu dus ook een hele leuke moeder- en dochtercollectie. Dus ik dacht, hoe leuk is het als ik voor Vel iets haal en dat ik dat dan ook heb. Kijken of ze nog wat over heeft. Want ze zei wel dat het heel erg snel ging. Maar goed, ik ga lekker de boys klaarmaken en dan gaan we even naar de stad. Nou, mama is me komen halen met papa bij het winkeltje van Lin. Want Joa had geen zin meer om in de kinderwagen te zitten. Dus die tillen we nu gewoon met Joa. Maar het is wel chill. Als je hem tilt, is hij chill. Hé, wat gaan we doen? Heb je schone luier nodig? Heb je schone luier nodig? Nou, ondertussen wilde deze meneer niet slapen. En hebben we weer een draagzakprobleem. Want hij krijgt tandjes en... Oh, hij zit alleen maar te bijten en te kwijlen. Maar dit vindt hij het allerlekkerst. Zo lekker bij mama. In slaap vallen. En ik heb ook tegen mezelf gezegd, na de vakantie, dat de jongens op school zijn, dan gaan we beginnen met een vast ritme voor Joa. Dat hij lekker in zijn bedje gaat slapen. Want dit breekt ons allemaal op. Maar voor nu is het echt oké. Okay. Hij is een baby. Hij kan er niks aan doen. Hij heeft gewoon mama nodig. Is niet erg. We hebben net ook even gereserveerd bij Loetje. Want daar hebben we allemaal even zin in. Dus dan gaan we zo naartoe. Het is nu... 5 uur, dus ik maak er een soort van multitasking van. Pap, mama zitten lekker op de bank met Jackson en James. En ik ga even mijn content bewerken die ik vanochtend heb opgenomen. Zet ik altijd de tekstjes erin voor de stories. Zet ik het allemaal vast klaar. En dan kan het op de dag dat het online moet gewoon lekker makkelijk live. Dus lekker multitasken, Joa in slaap lopen en content bewerken. Oké, ik ga mijn mond op. Invisible man, I'm the invisible man. Gaat het goed? Invisible, onzichtbaar André. Wat is opa nou weer gek aan het doen, jongens? I'm the invisible man. Zijn Jackson en James misschien? Yeah! En we zitten lekker bij Loetje. We zijn net aangeschoven.
En kijk eens, Joa in de kinderstoel erbij. We hebben een lekker biefstukje. James, dit zijn gewoon frietjes. Oh, zo lekker. Zitten we weer met z'n allen. Vorige keer dat we zaten was na het kraamfeest. En toen was Joa nog een baby. En nu zit je gewoon al aan tafel. Oh, mijn haar zit ook echt verwilderd. Ik moet een keer denken aan vanmiddag was ik bij winkeltje van Lynn. En een meisje die daar werkt, Carlijn, die zei tegen mij, oh wat leuk, heb je je haar donkerder? Toen dacht ik, nee, het moet gewoon echt geverfd, het is echt niet normaal donker. Maar goed, ik wil het ook weer niet verven voordat ik op vakantie ga, dat is eigenlijk een beetje zonde. Dus ik moet even met iedereen een afspraak maken, maar ze is mega druk. Nou ja, goed, we gaan het zien. Maar ja, we zijn dus terug van Loetje. Ik had lekker mijn chillpak aangetrokken. En Joel wil gewoon niet slapen. Dus toen dacht ik, ik ga even een rondje wandelen en ik ga mijn slaap wandelen. Zei Rory. En ik zei, oh nee, ik heb nog maar 2% batterij. En ik wilde eigenlijk mijn telefoon meenemen en dan mijn podcast aanzetten en luisteren. Of muziek, weet ik veel wat. Toen zei hij, laat lekker je telefoon thuis. Ga gewoon chillen. Geniet van de wandeling en van de natuur. Toen dacht ik, weet je wat, hij heeft gelijk. Ik laat lekker mijn telefoon thuis. Dus ik ga ook nu eventjes filmen en leg ik ook lekker mijn vlogcamera weg. Gewoon even de natuur inademen. En met Joe en slaap wandelen. En dan zie ik jullie morgen allemaal weer. Tot morgen. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag en Joa krijgt een fruithapje. Het gaat steeds beter. Hij doet steeds minder dat hij het allemaal eruit spuugt, dus dat is chill. Hij vindt het ook steeds lekkerder worden, hè, Joa? Ja. En vandaag wil ik even wat dingen voorbereiden voor de vakantie. Ik heb gewoon weer een lange mouwenshirt aan. Ik had deze gisteren meegenomen bij winkeltje van Lynn. Super chill, soort van body. Hij zit lekker strak. Dus heel chill even weer een beetje een lange mouwenshirt aan. Vandaag heb ik een soort van planning in mijn hoofd. Sandy komt oppassen. En ik ga wat koffers voorbereiden. Ik ga wat dingen halen nog bij de Action snorkels voor Jackson en James. Die zijn daar van die snorkelmaskers. Jackson? Pas op! Nee! Ik ga hem niet meer vullen, want jij schiet op James. Vandaag heb ik dus een beetje een soort drukke planning. Sandy komt oppassen, zodat ik de koffers kan inpakken. Even naar de Action kan gaan voor snorkels. Want we hebben van die snorkelmaskers voor Jackson en James. En ik moet nog even een zwembroekje halen voor Joa, want die is alweer gegroeid. Dus die past zijn zwembroekje niet die ik voor hem heb. Zwemluiers, luiers, gewoon even dingen die ik nodig heb voor vakantie ga ik dan halen in de stad. En daarna ga ik door naar Inena, want die gaat mijn haar invlechten voor de vakantie. Oh, kan die wachten tot weer heerlijk in die vlechten zit. Ik vond het zo chill. Je hoeft er niks aan te doen. Heerlijk. Hé, Joa. Drukke dag vandaag. Gisteren hebben mijn ouders mijn oude gitaartje meegenomen. Die ik had als eerste. Dus zijn ze samen aan het spelen. Aan het zingen. Ondertussen is de zon gaan schijnen. En heb ik gewoon weer een korte mouwenshirt aangedaan. Want het is niet normaal heet. Maar goed, dat even terzijde. Joa wil gewoon niet slapen. Dat komt door zijn tandjes. Ik weet het niet wat er allemaal aan de hand is. Het weer. Slaapregressie. I don't know. Geef het een naampje. Maar goed, ik heb hem even meegenomen. Want ik ga dus naar de Action in de auto. Slaat op zich altijd weer relaxed. In de auto, in de maxi-cozy. En in de kinderwagen. Dus ik heb hem lekker meegenomen. Sandy is bij ons oppas. Dus ik dacht, ja, ik kan hem ook weer niet zo achterlaten dat hij echt ontroostbaar is. Dat kan ik dan weer niet over mijn hart krijgen. Dus ik dacht, ik neem hem even mee naar de Action. Ga ik daar even wat dingen halen. Wat we nog nodig hebben voor vakantie. Want ik had gehoord dat je daar zo'n snorkel hebt met zo'n masker. Dat ga ik halen. En nog wat andere kleine dingetjes. Dan ga ik even de koffers een beetje voorbereiden. En vanmiddag nog even naar de stad. Nou, we gaan weer lekker door met de drukke planning. Nou, ondertussen staat zweet weer op mijn rug. Ik heb van alles naar boven getild en naar beneden. Maar ik dacht, ik pak alvast even de koffers. Ik heb natuurlijk deze mooie koffer, die paarse. Maar ze hebben me er nog eentje gestuurd, want ze hadden namelijk nieuwe. En ik heb een panterprint koffer gekregen. Dus die ga ik even uitpakken. Ik ben heel benieuwd hoe die eruit ziet in het echt. Ik weet trouwens niet of jullie mij zien, want ik zie namelijk helemaal niks. Deze is toch mooi? Ah, het is panterprint. Oh, ga jij nou al die dingen... Oh nee, ja, straks krijg ik het niet meer open, gekkie. Ik weet niet wat de code is. Nu, ik denk 000. Kijk hoe vet dit is. Ik mocht ook kiezen, maar ik vind het zwart vond ik wel heel gaaf. En hij is toch wel net iets groter dan die ander. Dus ik denk dat ik deze voor mezelf meeneem, of course. En die voor de kinderen. Dus het is wel andere maat. Maar deze vind ik wel heel nice. Nu ga ik stuk op mezelf. Of ik van pantenprint hou, ja of nee. Ik ga even mijn haar vakantie ready maken. Ja, dit is echt mijn favoriete haarstijl zo. In het midden. Met gel. Met de vlechtjes weer. Ik ben heel benieuwd. Ja. Kijk, mijn uitgroei. Nu zie je het echt heel goed. Oh, wat erg. Oh ja.
Nou goed. Dat is wel heel dit is een before en jullie gaan zo het after zien. Oh heerlijk, het zit er weer in. Ik voel me weer helemaal badass. Ik weet niet, ik vind het zo'n fijne haarstijl. Zeker voor vakantie, ik hoef niks meer aan te doen. Er waren 3 mensen van te pas gekomen. Het beginnetje is toch echt wel een ding om dit erin te vlechten. Maar Marloes die kwam het even invlechten. Heet ze Marloes bij Inena. En als je dit nou ook wil, ze vraagt er €40 voor. En je blijft een week, anderhalve week gewoon goed zitten. En je hoeft op vakantie gewoon je haar niet te doen. Of leuk voor een festival of wat dan ook. En de extensions krijg je ook nog gratis erbij. Je kan een kleurtje erbij doen. Roze, blauw, groen. Of gewoon lekker blond of bruin. Dus als jullie dit ook willen, ga lekker naar Inena en laat het invlechten. Ik vind het zo fijn. Heerlijk. Nou, we zijn weer een beetje terug bij af. Kijk, ik hoop van Joe. Hij wil gewoon niet slapen, niet in de hangmat, niet in zijn bed, niet in onze armen. Dus we gaan even een rondje met de draagzak en dan leg ik hem lekker in zijn moonboom. Wat is er aan de hand, Joa? Je bent zo moe. Kille koppie. Nou goed, nadat we terug zijn van vakantie en de jongens gaan naar school, dan gaan we op zoek naar een ritme. Maar voor nu gaan we gewoon even naar jou luisteren, oké? Nou, ik heb dus voor Jackson en James een snackbox gehaald. Die ze dan om de zoveel minuten dat ze lekker een snackje mogen kiezen. En ik heb 2 cadeautjes, waarvan eentje, of nou, deze heb ik besteld bij AliExpress. Dat is zo'n plopperding. Maar er moeten dus batterijen in. Dus ik dacht, ik doe maar gelijk nu even batterijen in. En dan pak ik het daarna weer in. Maar ik wil dat dus even proberen. Dat is zo'n fast plopper. En dat is nu helemaal zo'n razend. Dat zie ik helemaal voorbij komen. Ik had ze dus besteld bij AliExpress van tevoren, want ik wist al dat ik cadeautjes wilde geven in het vliegtuig. Maar er zit geen batterij in, dus ik heb ook even batterijen gehaald. En die ga ik er vast in doen. En dan kunnen ze het gelijk gaan gebruiken. Dat is dus zo'n ding. En dan blijkbaar gaat dat oplichten en dan moet je dus erop zo op drukken. En dan plopt het helemaal. En dan moet je heel snel kiezen welke het is. Maar goed, ik geef de batterij erin doen en dan ga ik jullie laten zien of dit leuk is, ja of nee. Wat is nou het idee? Score mode. Ja, deze is het. Kijk, je moet dus die alle rode die oplichten indrukken. En dan de achterkant drukken. Dit is zo verslavend. Ik vind dit zelfs gewoon leuk. En ik ben echt goed in. Kijk. Oké, voordat ik de batterij van Jackson James opmaak, doe ik het ding maar even uit en ga ik het inpakken. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag en er hangt hier alweer een wasje te drogen en alles is er bijna doorheen. Voordat we op vakantie gaan, want ik wil natuurlijk wel weten wat we wel en niet mee kunnen. En leuke kleding natuurlijk. En mijn vlechten zitten er weer heerlijk in. Zo chill. Ik zit nu wel te kijken, ik had hem misschien wel net iets meer hier gewild. Maar ja, dat is dan voor de volgende keer. Waar gaan ze naar de markt? Kijk, daarachter dat tijgertje. En daarna gaat Ron weer naar een festival. Dus ben ik weer alleen met de kids. Maar dan hoop ik dat ik tussendoor de koffers weer een beetje kan inpakken. Dat ik daar weer een beetje op kan focussen. Maar dat komt goed. Ik doe heel veel mijn camera weg. Ga even de kinderen inpakken. Max koos je schoentjes aan. Daar gaan we. En ik neem jullie natuurlijk gezellig mee. Ja, mijn heb je geen plekken. Nou, ondertussen hebben we Rory in de stad gelaten. Die is met de trein nu naar Latin Village. Naar een festival. Ben ik met de jongens naar huis gereden. Toen dacht ik, weet je wat, we gaan even naar de speeltuin. En ze lopen, ze houden wel altijd heel lief zo de kinderwagen vast. Niet dan? Dan rennen ze niet alle kanten op. Rechtdoor. Het is wel eventjes lopen, hè, mama gezegd. Ik was laatst wandelen met Joa en toen kwam ik dus een heel leuk speeltuintje tegen. Toen dacht ik, ah, dan ga ik even heen met Jackson en James. En daarna zien we wel wat de dag ons brengt. Ben je er klaar voor, James? Ja. 1, 2, woe! Oh, goed van jou, helemaal lekker vies sokken. Wat? Oh, op dat ding. Ja, dat kan wel. Oké, biertje slaat, eindelijk. En nu snel naar boven voor de koffers. Zo, ondertussen ben ik eigenlijk alweer net terug van boodschappen doen met Joa. Want we moesten nog 2 potten voeding, die neem ik gewoon mee. Want je weet maar nooit, je weet niet of ze daar de juiste voeding hebben voor hem. Dus die neem ik wel mee op vakantie. Zijn pyjama papjes, gewoon echt precies wat hij drinkt. Maar luiers en doekjes, dat heb je daar allemaal. Dus dan neem ik 1 pak van mee. En we zien het dan wel, dan kopen we daar de rest. We zijn net weer terug. Het is nu 4:15. Ik ga Joe even een flesje geven. Even een hapje, avondeten. En dan ga ik zelf even lekker sushi bestellen, denk ik. Want ik ben alleen thuis. Rory die is natuurlijk op festival, die eet dan daar. Ik weet ook niet hoe laat hij thuis komt. Maar goed, ik ga er gewoon een lekker chill avondje voor mezelf van maken.
En kijk deze grote boy. Je bent altijd zo vrolijk. Hij is altijd zo vrolijk, deze meneer. Je bent altijd zo vrolijk, deze meneer. Ja, jij. En met je mooie curly. Zeg maar mama. Oh ja, kijk wat ik trouwens heb gevonden. Dit kwam bij Kruidvat vandaan. Dan doe je je ijsje zo daarin. En je hebt ook verschillende soort van gaatjes daarvoor. En dan druppelt het allemaal daarin. En dan zit er dus ook nog zo'n klein rietje aan. Waar je dus dan dat ijs kan opdrinken. Dus ik dacht, ik neem er 2 mee voor op vakantie. En 2 laat ik gewoon hier. Want wie weet raken we het daar kwijt. Waarschijnlijk wel. Maar dit is vet handig. Dit ga ik meenemen. Dit was 3 euro. Tante Anne Loes even langskomen. Wat? Ga je liggen? Beer. Beer, wat gebeurt hier? Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. Nee, het is vandaag zondag en vanavond ga ik op vakantie vannacht. Dus ik had een idee, ik ga vandaag de vlog bewerken zodat ik niet mijn laptop hoef mee te nemen en dat die dinsdag online komt. Maar dan komt hij gewoon lekker vandaag al online. Kan ik de hele week lekker filmen en dan als ik terug ben ga ik dan die vlog weer bewerken. Dan wordt het een soort van vakantievlog. We gaan vandaag naar de verjaardag van Sienna en Jair. Maar ik ga hierbij gewoon alvast de vlog afsluiten. Bedankt voor het kijken en laat een leuke comment achter. En ik zie jullie allemaal volgende week bij de vakantievlog. Muah.